bedrijfsleider bij de timmerfabriek van Van Dijk. Jos Van Dijk. En daar heeft hij met veel plezier gewerkt. Vanaf 1914, denk ik. En toen, mijn vader die wou ook wel eens kijken wat er nou elders in het land iets voor hem te doen was. En toen heeft hij een advertentie gevonden van een bedrijf wat in Zuid-Holland een bedrijfsleider wilde aantrekken. Dus toen zijn we met het hele gezin verhuisd van Stratum naar Schoonhoven. We hadden een aardig huis aan de Lopikerweg. En daar hebben we geloof ik 2,5 jaar gewoond. Maar de tijd was ongunstig voor bedrijven. En op een gegeven moment ging het niet verder. En mijn vader die moest maar zien dat hij ergens terecht kwam. En toen kwam hij tenslotte terecht in Prinsenhagen, op het bedrijf van meneer Chabot aan de Hagweg. En dat stond op de hoek van de Oosterstraat. En het bedrijf dat was behoorlijk ruim. Ik weet niet hoeveel mensen daar konden werken, maar toch zeker een 30, 35. Voor die tijd toch nog niet zo weinig. En daar is hij toen als bedrijfsleider begonnen. En dat was ook een timmerfabriek? Timmerfabriek, ja. Hetzelfde als het bedrijf waar hij tevoren in Eindhoven bij Van Dijk had gewerkt. Wanneer verhuisden jullie naar Prinsenhagen? Welk jaar was dat? 1925 was ik 8 jaar. Dat was een bond van timmerfabrikanten. En die is opgericht. Mijn vader heeft eraan meegewerkt, geloof ik. Rond 1935 of zoiets. Dankzij die bond kreeg mijn vader contact met alle collega's die in en rond Breda werkte. En daar heeft hij veel profijt van gehad. Want het werk wat die mensen moesten doen, werd vaak tevoren door de toekomstige klanten uitgedeeld, als het ware, bij de bedrijven die het konden leveren. Dus op die manier kreeg mijn vader vaak een verzoek om wij gaan een kerk bouwen in Mergel op Zoom. De kerk is zo en zo en zo, architect is die en die. De tekeningen heb je hier. Reken maar uit wat er aan timmerwerk te doen is. En dan, als wij de offerte krijgen, dan zullen we zien of we het u kunnen opdragen. Dus zo ging dat, hè. En mijn vader die was heel erg druk. Die was niet alleen de baas, de oprichter, maar ook de chef van de mensen die er werkten. En ook de man die in de werkplaats stond en daar moest afschrijven. Dat is een bekend woord in de wereld van de bouw. Dus als er een opdracht binnenkwam, dan moest hij uitzoeken wat voor werk daarvoor nodig was. En waar het vandaan moest komen, wie het moest maken. En dat was al een hele taak. En ik was er nog net te jong om daaraan mee te werken. Maar ik moest een loon berekenen, elke week. Elke vrijdag was het tijd voor de afrekening. Dus dan zei mijn vader, Fransje, kun je uitrekenen hoeveel Piet die en die deze week moet krijgen. Dus u deed de loonadministratie? Ja, ja. Hoeveel man werkte daar toen op het bedrijf? Een man of 12. Dat was een grote. Maar jullie pa was dus voor zichzelf begonnen? Die moest zelf alles doen, hè. Maar hij had ook zijn eigen bedrijf inmiddels? Ja. Ja, het is een wonder dat mijn vader het nog heeft volgehouden. Want het bedrijf van mijn vader floreerde, van toen af al. Maar ja, mijn vader die maakte ook timmerwerk voor de Duitsers. Maar aan de Nederlandse aannemer. Dus op die KMA, daar werden verbouwingen aangericht. En daar heeft mijn vader ook voor gewerkt.
Ja. Na de oorlog heeft mijn vader wel, is er natuurlijk voor benaderd, hè, dat hij dat voor de Duitsers timmerwerk had gemaakt. Ja, dat was niet leuk, maar het is toch goed afgelopen.